Mijn vriend. Hey, Fio. Goedemorgen iedereen. Super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik start de vlog nu in de middag, want ik moest me even een paar vlogs inhalen en even grinden om te editen. En ik had de vlog eigenlijk al klaargezet van te padellen. En ik zag dat we 50 minuten aan beeldmateriaal hebben. Dus ik had een paar dagen nodig om mijn mentaal erover te zetten om te kunnen editen. En ook gewoon om tijd te vinden om zo'n lange vlog toch wel te editen. Maar het is gelukt. De vlog is nu uiteindelijk 23 minuutjes geworden. Ja, 23 minuutjes en 16 seconden. Dus een super lange vlog. Maar eigenlijk de vorige keer als ik aan het padellen waren, had ik geen bodycam op. En nu had ik dat wel op. En om zo de conversatie zo wat mee te horen. Ik moest echt gewoon de hele tijd gewoon lekker lachen als ik aan het editen was. Dus dat was super nice. Misschien moet ik binnenkort zo'n microfoontje of zoiets dat je kunt aandoen terwijl je aan het sport bent. Dan kun je echt iedereen zijn geluid horen. Maar misschien is dat ooit een leuke upgrade voor in de toekomst. Dus niet dat ik zo vaak ga padellen dat dat echt iets noodzakelijk is. Maar deze vlog is klaar. Dus dat wil zeggen dat ik hier even in de render moet gaan steken. En dan kan ik even gaan middag eten. Want het is ondertussen 12:30 denk ik. En dan kan ik ondertussen de vlog na vlog na vlog even uploaden tot als ik weer bijgewerkt ben. Maar vandaag is dus even een editdagje, want mijn studentenjob zit erop en ik ben vrij. Ik heb vakantie, dus dat is super nice. Deze ochtend heeft al een hele ochtend geregend. Ja, zoals je nog een klein beetje kunt zien aan de baan. Misschien ja, die vlekken. Het heeft geonweerd. Nu wil ik even gewoon mijn kamer opruimen vandaag. Of toch een deeltje opruimen, mijn laptop. Als mijn laptop gefixt is, dan kan ik mijn setup hier ook weer terug in orde brengen. Maar ja, momenteel kan dat even niet. Dus anders laat ik deze setup even voor wat het is momenteel. Maar gelijk die kleren en zo, wat ik heb gezegd dat ik eigenlijk al moest opruimen. Ik heb dat nog steeds niet gedaan. Dat ga ik nu wel sowieso doen. Maar het is wel chill, want ik heb nu eigenlijk gewoon vakantie. En ik heb eigenlijk niks te doen. Dus dat is super nice. Alles is. Merci dat jullie weer aan het kijken zijn. Super dat jullie weer aan het kijken zijn. Vergeet even niet te liken. Vergeet even niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we vandaag wel normaal gezien nog iets zo doen. Als het niet gaat regenen vanavond, ga ik proberen open water te gaan zwemmen. En voor de rest gaat het voor mij gewoon een rustdagje zijn. Omdat ik even een beetje slaap moet inhalen ook vanavond. En niet te veel sport. Ik heb de afgelopen, ja, sinds vorige week maandag denk ik dat ik wel elke dag heb gesport. Gisteren ook weer 60 kilometer gereden. Dus, allez. We zijn sowieso goed bezig. En misschien moet ik mijn intervaltraining wat lopen wel nog doen vandaag. Maar dan ga ik nog zien of dat ik kan en anders is dan voor morgen. Maar even gaan eten. Even lekker beneden gaan eten. Kamer opruimen. Vlog online zwieren. En gewoon verder editen vandaag. Want dat is even mijn dag nu. Oké, mijn kamer is ondertussen opgeruimd. En ik was even gigantisch hard aan het werken vandaag. Want dames en heren, de derde vlog die ik vandaag heb geëdit staat is klaar. Dat wil eigenlijk zeggen dat alleen ik nog maar de vlog van vandaag eigenlijk zou moeten doen, maar volgens mij is die niet zo lang. Want de dag daarna was de maandag en dan had ik terug weer studentenjob. Dus volgens mij valt die vlog echt nog goed mee qua lengte. Dus die is niet zo heel lang. Dus die moet ik nog even dan afwerken. Maar Nolan heeft een foto gestuurd met, denk ik, het uur van de trein. Dus dan ga ik straks even bekijken wanneer dat ik haar moet gaan ophalen dan. En dan ga ik haar straks gaan ophalen. Maar ja, deze vlog komt sowieso ook nog straks online. En morgen gaan Nolan en ik iets super leuk doen. We gaan ergens een hele dag naartoe, dus dan heb ik ook geen tijd om te editen. Dus het kan ook zijn dat de vlog van morgen weer een beetje later komt. Maar ik heb nu alleszins alles al ingehaald, wat ja, best goed nieuws is toch al. En dat wil zeggen dat over een paar dagen alles weer op zijn rij valt. Of op zijn plaats valt, liever gezegd. En dat we eindelijk weer op tijd zijn. Dus dat is top. Wat er van Tuca tot de planning staat, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat ik misschien een kort ritje ga doen zondag en dan zaterdag een duurloop. En morgenochtend zou ik graag nog voordat we Nolan en ik weggaan ook even gaan lopen. Vandaag moest ik dus normaal open water gaan zwemmen. Maar dat is even geannuleerd, omdat ik dus moest werken. Even prioriteit stellen. Oké, dames en heren, Nolan ben ik gaan halen aan het station. En van deze week heeft ze op haar stage muffins gemaakt. Studentenjob, waar dat ze stage heeft gedaan. Muffins gemaakt. Met de mensen op je werk. Dus we gaan nu even een taste test doen. Ik heb net opgezocht, muffins, zelfgemaakte muffins blijven een week goed. Dus dat weet je dat nu ook. Dus we gaan eens even een taste testje doen. Wat doe jij? Je bent echt cringe. Ik ga even Nolan nadoen nu dat ze achter de camera staat. Een stukje muffin door mijn neus.
Dat is waar overdreven. It's a very good muffin, let me tell you. Dat is een vanille muffin. Ja, ik heb gewoon gedaan voor mij wat het er was. It's a very bien. Nolan is geen cameratalent zoals je gezien ziet. Met die camera te schudden, totaal geen gevoel voor framing. Die camera naar mijn kloten aan het richten bekast. Echt waar, Nolan, nu dat ze werkt met mensen met, bij mensen met een beperking en dingen kookt daarmee, kan ze plots bakken. Of ja, bakken. Heb je net geslapen, vriend? Want toen als we net samen waren, trok dat niet zoveel. Toch? Weet je wat ik denk dat het probleem was? Ik wist niet... Ik moest ook havermoutpannenkoekjes maken en al. Hij kon dat ook allemaal niet. Ik wist niet helemaal wat het verschil was tussen een eigeel en een eiwit. Dus ik stak... Ik denk dat dat het probleem was, hè. Dus ik stak een ganse ei. Maar ja, als jij gewoon een eiwit... En dat je dat je die eiwit moet kloppen... Mm-hmm. Ja. Tuurlijk is dat dan trash. Goeie cake, dames en heren. Goeie consistentie. Top, hè. Amazing. En ze Toulouse hier zoekt aandacht dat geen naam heeft. Of blijf je nog liggen? Ik weet weer hoe het noemt in Kopenhagen. Christiana. Mm-hmm. Dat is de vrijheidsstad of zoiets. Of ja. Oh. Oké. Lekker. Top. Oké, dames en heren. We hebben ons tripje naar Kopenhagen geboekt. Vliegtickets. En ons Airbnb'tje. Dus hopelijk wordt het nu geaccepteerd. En dan gaan we in september naar Kopenhagen. Super nice. Ja, we hebben alles even goed een beetje bekeken. Kopenhagen is wel redelijk duur nog. Maar dat hadden we kunnen verwachten. Dus dat is allemaal boek, dat is top. En morgen gaan we naar Rijssel, dus daar kijk ik ook wel naar uit. Ik wil jullie alleszins bedanken om te kijken naar de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao!